We gaan kijken wanneer ze thuis komt. En anders heb ik meer werk. Oh. Waarom ben jij nou hier en niet je man? Mijn man was al 2 keer geweest en ik wilde ook heel graag. Hij was aan de beurt. Ja, ik was aan de beurt, ja. Nou, wat ga je doen? Oké. Oh. Lokaal vervoeren moet je gewoon ook gewoon geduld hebben en drinken geven. En dat is gewoon niet mijn ding. Dus is het gewoon beter dan mijn goden eigenlijk doet. Maar vandaag vinden we het zo wel goed. Mis je er? Ja, met werken wel, ja. Alleen met werken? Nee, natuurlijk niet. De kalfjes is eigenlijk jouw werk. Dat is mijn werk, ja, klopt. Ja. Laat je dat gerust aan hem over? Jawel hoor. Hij vindt het niet zo leuk, maar hij kan het wel hoor. Die heb je nog genoeg. Ja, van de ene kant mooi dat het zo kan, dat je elkaar over kan nemen. Maar aan de andere kant, de achtergrond is eigenlijk triest dat het zo moet, dat een vrouw weg moet om te gaan demonstreren en ik de kalf in moet doen. Op naar de manifestatie, want je bent eigenlijk al aan de late kant. Ja, we zijn heel laat, ja, dus ik hoop dat we nog wel op tijd zijn natuurlijk. Ja. Schat, kijk goed uit wat je doet en wees zuinig op je trekker en ze hebben nog een vriendin waar verschoonzus is erbij, dus kijk uit samen. We gaan kijken wanneer ze thuis komt. En anders heb ik meer werk. En dan straks weer uren naar huis. En straks weer uren naar huis, ja. Wie doet morgen de kalfjes? Dat doe ik zelf weer.